Jullie komen uit Haarlem, de omgeving van Haarlem. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Eigenlijk op de middelbare school. Oh, al jaren terug. Okay. Dennis, de toetsenist, en ik waren een jaar of 12. Toen kwamen we bij elkaar in de klas. Eigenlijk vanaf dat moment zijn we muziek gaan maken. Toen kwam Jeroen erbij. Toen kwam Koen erbij. Ja. Toen kwam Marcel erbij. Okay. De bassist. En dus jullie zijn al een aantal jaren bij elkaar inmiddels. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En ben je toen meteen liedjes gaan schrijven? Of deelden jullie bepaalde muziek met elkaar? Hoe ging dat eigenlijk op school? Ja, eigenlijk al vrij snel inderdaad. We waren heel erg gek van 60's. Dat was ik eigenlijk al vanaf de basisschool, denk ik. De muziek uit de 60's? Ja, ja, muziek uit de 60's inderdaad. Mm-hmm. Ja, dat was eigenlijk een gedeelde passie. Had Dennis dat ook? Ja, ja. Ja, die had dat ook inderdaad. Ja. Ja, en welke muziek uit de jaren 60 vonden jullie goed? Dat begon eigenlijk allemaal bij de Beatles. Ja, dat was echt de eerste band. Die waren toen helemaal terug met een soort comeback door die anthologies in de jaren 90. Oh ja, ja, ja. En dat hoorde ik dus op de radio en daar begon dat, zeg maar. Ja, want dat is natuurlijk muziek die ver voor jouw tijd werd gemaakt en beroemd was. Mm-hmm. Zelfs voor mijn ouders tijd. Ja, echt waar? Ja, ja. Ja, waar luisterden je ouders naar toen jij nog thuis woonde? Dat was meer Bowie en Lou Reed en zo. Ja. Meer 70s werk en ook de Jam en al die punk dingen en zo. Maar dat vond je eigenlijk niks vergeleken met de Beatles? Nou ja, mijn moeder had er wel zo van, ja, die Bowie heeft zo'n mooie stem. En toen zei ik nog van, nou ja, het zijn niet de Beatles, hè, weet je wel. En later was het natuurlijk te gek, weet je wel. Toen kwam ik erachter wat voor muziek hij maakte. Dus je kan het ook heel erg waarderen. Ja. Ja, zeker. Maar het zijn niet alleen de Beatles die jullie goed vinden, hè? Nee, 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 van alles. Ja, maar ja. Allemaal bands uit die periode van de popmuziek. De Beach Boys zag ik en de Kings. Ja. Ja. Heb je daar dan verder met Dennis in verdiept of hoe is dat gegaan? Ben je al oude nummers gaan opzoeken of hoe? Nou, het begon er eigenlijk mee dat mijn ouders hadden van die verhuisdozen met LP's. Die waren allemaal naar zolder gegaan, weet je wel. Ja. En dan ging ik dan eens pitten. Alles waar Beatles op stond, eruit gehaald. Alles met bands die erop leken, ook eruit gehaald. Weet je wel, oh, dat zijn een soort Beatles. Ja, ja. Dus vervolgens opgezet, er zaten dus de Monkees bij, de Beach Boys en zo. Dus van daaruit is dat gekomen, eigenlijk. Ja. En leg ons eens uit wat jij er nou zo verschrikkelijk goed aan vindt. Dat zijn gewoon hele goed geschreven liedjes, weet je wel. Het zijn hele mooie liedjes met goede melodieën, goede tekstouw en cement. En het klinkt ook heel warm, weet je wel. Mm-hmm. Het is gewoon een bepaalde sound ook die me heel erg aanstaat. En ons allemaal aanstaat eigenlijk. Ja. Dus toen jij zelf met Dennis en alleen nummers ging schrijven... Mm-hmm. Toen probeerde je in die stijl natuurlijk iets op papier te krijgen. Dat lijkt me niet zo'n makkelijke opgave ook trouwens. Want... Nee, nee, nee. En nog steeds is het zo van als een nummer... 10% van de Beatles zou zijn, dan zou het al meer dan goed genoeg zijn voor de band, weet je wel. Ja. Het is nog steeds zo dat we het ongeveer beslissen van is het nummer goed of niet. Ja. Nou, toch hebben jullie een eigen sound, hè? Ik bedoel, het is niet zo dat als we de hype horen dat we denken, hey, de Beatles, want jullie doen ze niet na, jullie hebben het een beetje vertaald naar de muziek van nu. Ja, nee, zeker. Ja, het was niet zo dat we echt in een isolement zaten of zo op de middelbare school. Nee. Ze waren ook gewoon gek van bands van het moment. En nog steeds volgen we dat allemaal heel erg. Ja. Wat is een band van het moment die je dan goed vindt? Op dit moment? In Nederland bijvoorbeeld Tim Knol, Go Back to the Zoo. Ja. Internationaal zoals Fleet Foxes vorig jaar, zeg maar, dat soort dingen. Prachtige cd, ja. Mooi. Echt te gek. Ja. Jullie zijn zelf nu ook bezig met een album. Ja. Hoe ver is het? Het is af. Het is af? Ja, ja, het is al helemaal af. Kijk eens aan. Ja. Wat moet er nog gebeuren? Want je zegt het is af, maar het komt pas in maart uit, toch? Ja, ja. Ja, omdat we natuurlijk helemaal nieuw zijn, zeg maar. En net onze eerste single hebben uitgebracht. Moet het eerst nog wat groeien natuurlijk. En dat mensen ons een beetje leren kennen. Ja. Voordat we dat album uitbrengen. En veel spelen ook, hè? Ja. Dat is iets wat jullie ook hartstikke leuk vinden. Want jullie reputatie is wat dat betreft jullie al vooruitgesneld. Want jullie hebben meegedaan in de popronde. Ja, klopt. Wat is dat eigenlijk, de popronde? De popronde is een rondreizend festival. Mm-hmm. En elk jaar in september, oktober, november vindt dat plaats. En elk weekend op vrijdag en zaterdag spelen bands dan in een bepaalde stad in het land. In alle kroegen en zalen van die stad. Ja. Daar werden ze toen aan meegedaan en ontzettend veel gespeeld. En ook echt reuze sprongen vooruit gegaan daardoor. Ja. Ja, doordat jullie meer en beter op elkaar waren ingespeeld, of? Ja, ja, dat ook. En doordat we ook mensen moesten vermaken die niet onze ouders en vrienden waren, zeg maar. Nee. Dus dat we echt gewoon voor het publiek stonden wat we niet kenden. Dat is natuurlijk heel leerzaam, want dat is dan in het begin natuurlijk zo van, oeh, weet je wel. Ze vinden het niet automatisch leuk omdat we hun zoon zijn of zo. Ja, niet van, oh Jorik, wat een leuk liedje. Ja, precies. Nu moet het echt van vreemden komen natuurlijk, ja, nee, van het daarom. Echte publiek. En jullie zijn inmiddels wel een van de meest geboekte bands die aan die popronde hebben meegedaan. Dus over wat jullie hebben gespeeld. Ja, we waren erg goedkoop.
Oh, is dat het ook? Ja. Hey, en hebben jullie al wat fans? Want ik begreep dat de meiden al achter jullie aan zitten. Is het allemaal zo erg al? Of, ja, op zich wel. Ja. Ja, vind je dat ja, het hoort er een beetje bij. Ja, dat hadden de Beatles ook, hè? Ja. Dus wat dat betreft is het wel oké. Okay. Goed, jullie gaan nog twee nummers voor ons doen. Ik zag de Mighty Quinn er ook bij staan van Bob Klopt. Dylan. Ja. Gaat het door? Ga je die spelen zo meteen? Ja, die gaan we zeker spelen. Ja, is dat een van jouw favorieten uit die tijd? Of, heb je dat een beetje bewerkt? Ja, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk heb ik het een beetje in een hypejasje gestoken. Waardoor het een beetje geüpdate is en zo. Want we hadden zoiets van, ja, doordat we ook zoveel live spelen en ook zo'n passie hebben voor die 60s, doen we ook heel veel van die nummers live normaal in onze shows. Ja. Dus daarom hadden we ook het idee van, ja, we moeten gewoon ook op het album één cover stoppen. Ja. Gewoon één van die nummers. Dus die komt erop te staan in ieder geval? Die komt er zeker op te staan. Dus eigenlijk hebben wij nu een soort voorproefje al van het album van de hype? Eigenlijk wel, ja. Een live voorproefje. Een live voorproefje. Oké. Okay. Ja. Nou, ga naar de andere boys toe. Ik ga jullie heel veel succes wensen. En als de cd uit is, dan moeten jullie zeker nog een keer terugkomen. Dat lijkt me een goed idee in het nieuwe jaar. Nee, te gek. Dan gaan we nog even naar jullie kijken. Ze gaan dus dat nummer van Bob Dylan doen, The Mighty Quinn. Dat komt ook op hun eerste album te staan. En nu eerst Miles Down the Road. Geef ze nog een applaus. The Hype! Down the road. Here's the way you once go wrong. Sit down and write a song. This flight, distant sky. Songs in your heart, no need to cry when you are miles down the road. So true, so we gotta take a snapshot of two. It's the way you want to go wrong. Sit down and write a song. This light, distant sky. Songs in your heart, no need to cry when you are miles down the road.
Let me do what I wanna do, I can't decide them all. Just tell me where to put them and I'll tell you who to call. Nobody can get no sleep, there's someone on everyone's toes. But when Clearly Eskimo gets it, everybody's gonna wanna dose. Come on with us. CD uit en dit staat er ook op House in de Gaten. De Hype heten ze. En ze treden donderdag 16 december nog op in het Patronaat in Haarlem. Dus dan kun je de volledige live zo nog even bekijken. Leuk dat jullie er waren. Zometeen zijn we terug met het tweede gedeelte van Tros Muziekcafé voor vandaag.